Dit is een mooie avond, Zoe. Ik voel het al. Oeh, do what you gotta do. Ik ga volgende week dinsdag verhuizen, precies over een week. Dus ik heb me even klaargemaakt voor date night. You just give me a... Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. Ik heb nu afgesproken met Indy voor Indy lesjes. Gaan we even ergens zitten en werken. En ik ben nu echt aan het wachten, even kijken waar ze is. Hebben jullie ook echt letterlijk al je vrienden op zoek naar vrienden? Ik namelijk wel. Ik heb echt fucking veel mensen. En ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk om gewoon te zien waar iedereen is. Maar goed, ik heb echt een traanoog. Ik ben aan het wachten aan Indy en die is er bijna, dus dat is top. Oh, ik ben er met Indy. We hebben echt heel productief gewerkt. Het is echt heel erg slecht licht. Kijk eens beter. En die blijft nu. Lijkt wel vrij. Je hebt haar toch wat donker gedaan? Ja, ik heb een andere toner erin. Ja. Zijn we nou scherp of niet? Want ik ben voor mijn gevoel echt heel blind. Ja, dat is niet leuk. Okay. Maar het is nu 1 uur in. Die gaat hier met iemand nog even lunchen. En ik ga nu naar huis. Ik ga mijn nagels laten doen. Ik ga vanmiddag weer een ijsbad. Ik ga sporten. Jezus, is het goed? Ja. Kijk, lachen. Kijk, jouw fliek in je hoofd en dan heb je bij een aardappelkop. Aardappelkop. Ik kan best wel wat bruiner. Ja. Ik moet even wat, lekker een beetje dood. Maar het was echt een heerlijke productieve ochtend. Ja. Wel chill, misschien op de maandagochtend. Gewoon vaak. Ja, je weet niet je week als je het voelt. Ja, en gewoon meteen duidelijkheid voor de week ook en zo. Dat is gewoon chill. Toch heb ik het idee, wat de fuck hebben we gemaakt. Ja, omdat het zo leuk is dat het niet als werk. Nee, voor mijn gevoel hebben we gewoon gezellig lunch. Ja, echt. Ja, we hebben wel gewoon zitten werken, maar ja, dit is gewoon... Daar komen zulke leuke dingen aan. Ja. Ik ook gewoon na zaterdag was ik zo excited. Toen dacht ik echt, oh my god. Ja, zo leuk allemaal. En het wordt nu ook steeds echter. Ja, dat is het. Er komt eindelijk een beetje een soort... Een vorm in, of zeg je dat? Ja, een vorm. Het krijgt vorm. Ja, het krijgt... We worden echter, we spreken ook mensen erover, zeg maar, waar we mee willen dus samenwerken en zo. Dus... Het echt wat te worden nu. Ja. Nou, ik werd gewoon zo positief, gewoon helemaal blij van deze ochtend. Gewoon zo lekker gewerkt en gewoon helemaal leuk. Ik heb het nog niet echt heel erg met jullie gedeeld, maar ik ga dus ook deel worden van Indy lesjes. Superleuk. Ik ken Indy al 8 jaar of zo. En ja, ik wil zelf ook heel veel dingen leren en ja, ik ga haar gewoon helpen. Voor mij gaan er ook hele leuke, spannende dingen aankomen. Dus ja, het is helemaal leuke samenwerking. En ik leer er gewoon heel veel van. En ik vind het gewoon super leuk. En ik weet niet wat hier gebeurt, maar de auto rijdt opeens 10 km per uur. Nou jongens, daar zijn we weer. Het is weer tijd voor een ijsbad. En Maggie heeft er helemaal geen zin in. En ik wel. Ik ben er de eerste 20 seconden bij, ja? Komt goed. Ga jij daar coachen? Ja, ik ga coachen. Oh my god, guys. Ik ging nu voor het eerst kopje onder. En dit was echt even een ander level. Gewoon, ik kreeg geen lucht toen ik omhoog kwam. Ik zat er zo... Gewoon, het was wel echt een aanrader. Ik zou het niet meteen doen. Ik zou het als je het een paar keer hebt gedaan. Maar ja, ik voel me nu zo goed. Ik ben helemaal... Ja, dat is lekker. Ja, I love it. Mijn make-up zit gewoon nog goed. Ja. Urban Decay All Nighter Setting Spray. Oké, we gaan deze Body & Fit Cookies & Cream Flavor even taste test. Taste test. Even zien hoe we het doen. Deze heb ik gewoon gekocht, hè? We hebben gewoon gekocht. Ja, samen. Oeh, ziet er heel goed uit. Van. Ik focus niet. Nou, oké. Okay. Ja, die camera is cheers. Oh, heel fun. Ja, hij gaat niet. De crunch. Ja. Is het wel gezond, dit? Dat is een goede vraag. Well, dat is... Hoeveel? 208 calories. Ja. 20 gram high proteïne. Oh. 1,2 grams laag zouters. Nou, op zich is dat prima. Valt best meer, hoor.
elke proteïnebar is wel een beetje rond de 200 hoor. Ja? Ja. Dus dat proeft. Nou. Gewoon Saratien. Zandag more. Denk aan jullie Saratien. Oh! Op deze ook. Ja, als je Body & Fit bestelt. Ik heb 10% korting. Hier de code. Sorry. Ido, hier de code. Code Saratien. Ja. Dat is het. Nou, lekker voor 10% korting op Body & Fit. Op alle websites. Ja. Wat hebben we gedaan vandaag? Heel veel. Werk. Ochtend. En dan? Ijsbad. Wat heb je gedaan? Ik heb ook gewerkt, maar dat laat ik zien al. Oké, nou. En dan? Nageltjes. Sarah, je hebt nagels gedaan. Nieuw. Oh ja, ik heb nog jullie niet laten zien. What the hell? En dan? Lekker naar is het Renaissance of Renaissance? Ja, dat weet ik dus niet. Renaissance of Renaissance? Ja, geen idee. Nou, we waren daar voor een lekker ijsbad. Sarah was crazy. Ja, ik ging onder, maar ik heb het geklopt. Oh ja. Ik ging onder mijn kopje onder. En daarna naar Booty Club. Want ja. Onze alles favoriete trainer. Trainer Floortje. En dan gaan we lekker aan eten. Show what you doing. Ja, we gaan lekker wraps maken. Dit zijn ze ook van Body & Fit. Nou. 45% minder carbs en high in protein. Love it. Dan gaan we dus lekker kip. Dus van die Fijada Mexicaanse. Oké. En dan? En dan met groenten, lekker. Tomaat, kaas. We gaan lekker kwap maken. Gewoon een beetje klein beetje olie erbij hoor. Want... Dat is helemaal niet veel olie hoor. Ja, maar hier. Beetje. Ja, ik heb geen olie meer. Oeh. Goedemorgen allemaal. Het is alweer dinsdag. Ik heb me even klaargemaakt. Omgekleed. Koffietje. Ik ga nu even naar de Action. Om verhuisdozen te halen. Want ik ga volgende week dinsdag verhuizen. Precies over een week. Ik vind het wel erg hoor. Ik vind het heel leuk. Maar het besef komt gewoon nog echt even helemaal niet binnen. Ik heb hier ook zo leuk gewoond een jaar lang. En het is toch wel heel gek of zo om het achter te laten. Vooral deze locatie is gewoon echt zo fucking leuk. Oh, ik heb natuurlijk weer traanogen van hier tot Afrika. Maar ja, het is echt. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel echt heel gek. Ik kan het gewoon nog steeds niet beseffen. Toen ik hierheen ging verhuizen, besefte ik het zo goed. En was ik er zo mee bezig. En heel erg dat. En nu heb ik een soort idee van, ik laat het een soort over me heen komen. Ik weet allemaal niet zo goed wat ik ervan vind. En nou, ik vind het heel leuk, maar ik vind het ook heel dubbel. Zeg maar, kijk, dit is nu mijn kamer. En dan heb ik gewoon een heel appartement voor mezelf. Dus het gaat alleen maar chillen worden. En ik hou van alleen zijn. Dus ja, ik ga het sowieso niet kut vinden. Maar het is wel gewoon echt even heel raar. Maar goed, ik hoop dat de Action genoeg verhuisdozen heeft. Want ik heb veel spullen. Dat kan ik je vertellen. Ik heb echt fucking veel spullen. Top. Nou, mijn zoektocht naar verhuisdozen gaat nog niet zo makkelijk. Ik ben naar de Gamma geweest en naar de Action. Waren ze allebei op. En ook alle Gamma's, hij had voor mij gekeken in Amsterdam, hebben ze niet meer. Ik weet niet wat het daar weer is. Of het moving season is of zo. Maar goed. Ik ga nu naar een Hema. Of naar een Action rijden. Een andere. Dat is 9 minuten hier vandaan. En als die het niet heeft, dan geef ik het op. Dan ga ik er wel een paar bestellen. En dan ga ik gewoon alvast beginnen. En dan doe ik gewoon dingen in boodschappen, tassen. En ga ik gewoon kleding daarin pleuren. Want ja, sorry hoor. Ik weet het anders ook niet. Het is wel echt heel overdreven allemaal weer. Het gewoon allemaal op is. Nou, ik heb nu een paar verhuisdozen bij de Hema gevonden. Ze zijn wel echt tante duur. Echt 2,25 per doos. En bij de Action zijn ze echt 1 euro. Maar goed, we kunnen een begin maken. Daar gaat het om. Jongens, wat een avontuur weer. Nou, ik heb dus verhuisdozen gevonden. Heb ik dat al gezegd? Ja. Kom ik bij die koude parkeerbetaalautomaat aan, ben ik mijn kaartje kwijt. Staat er verloren kaart 35 euro. Dus ik denk, dat meen je toch niet? Dus ik denk, nou, ik ga echt geen 35 euro betalen. Dus ik helemaal teruggelopen, parkeerkaart gezocht, overal gekeken, nou, nergens te vinden. Dus eindstand heb ik gedaan. Ik ben naar beneden gereden. Ik denk, ik ga gewoon bellen naar die infopaal. Dus ik zeg zo, ja meneer, ik ben mijn kaart kwijt. Ik snap echt niet waar die is. Zegt hij, nou, ga even goed kijken. Zie ik, nee, dan rijd ik echt nergens. Zegt hij, zijn er mensen achter? Ik zeg, nee.
Zegt hij, oh ja, dan moet je even terug naar boven rijden. Ik zeg, ja, maar het is helemaal stijl en hoe moet ik terug naar boven rijden dan? Dus hij zegt, ja, je moet terug naar die betaalautomaat en dan zie je het daar. Je moet terug naar die betaalautomaat. Maar ik had al gekeken bij de betaalautomaat, moest 35 euro betalen. En opeens zegt hij, ja, je moet terug naar de betaalautomaat, En opeens gaat die paal open. Dus ik zeg, oh, hij gaat open, doei. En ik scheur echt. Ik denk, ja, ik ga geen seconde wachten tot hij weer naar beneden gaat. Ik scheur er echt onder vandaan. Echt heel erg. Ik hoop niet dat er camerabeelden hangen. En dat ze mijn kenteken hebben en dat ik achteraf nog een hogere boete krijg. Maar we fix it for now. Misschien deed hij wel gewoon van aan de telefoon, ja, gaat open. Of je moet naar de betaalautomaat en deed hij hem gewoon open. Cute. Nou jongens, ik ga lekker sporten. Ik heb weer mijn sportsetje aangetrokken. Dit is echt een insane legging. Je booty. Ik heb dus ooit een keer op AliExpress zo besteld. Komt er zo goed in uit. Helemaal weer even opnieuw hervonden. En ik ben druk bezig geweest met inpakken. Vanavond ga ik nog meer verhuisdozen ophalen bij mijn ouders. Mijn moeder heeft allemaal verhuisdozen gevonden. Maar ja, ik heb hier gewoon allemaal accessoire spulletjes. Ik ben gewoon... Mijn kast is bijna leeg. Die zit er bijna helemaal in. Eigenlijk heel dom dat ik daarmee ben begonnen. Want ik heb gewoon nog een week lang kleding nodig. Dus ik weet niet welke kleding aan ga doen. Alleen maar dit dus. Nou, lekker slim weer. Ik heb ook nog een event. Dus ik wil eigenlijk gewoon allemaal leuke dingen aan. Maar ik weet niet wat ik dacht. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik ga nu even lekker sporten. Oh, en voordat ik ga sporten neem ik even wat te eten. Even een lekker pre-workoutje. Dit is high protein ijskoffie. Die is fucking lekker. 100 calorieën en 50 gram proteïne. Nou, mij bellen. Hallo guys, het is inmiddels avond. Ik heb lekker de restjes opgegeten van gisteren. Ik ga nu naar mijn ouders, want mijn moeder heeft dus allemaal verhuisdozen voor mij gehaald. Ja, die ga ik thuis even ophalen en dan ga ik daarna lekker slapen bij Stan, want dan ben ik toch wel in de buurt. Morgen is hij jarig. Heel leuk. En gaan we lekker uit eten. En dan is het ook Valentijnsdag. Dus hij is jarig op Valentijnsdag. De kamer is ook één troep. Één rommel. Ik word er helemaal gek van. Maar goed. Ik ga nu naar Stan toe. Naar mijn ouders. Happy Valentine's. Valentine's Day. Mijn stem is not working in the morning. And I look like a Oompa Loompa. Maar vandaag is het een hele leuke dag. Want niet alleen is het Valentijn. Het is ook Stan his birthday. Happy birthday baby. I love you. Nou, ik heb je al happy birthday gezegd, want we hebben samen geslapen. Maar ik ga nu van Stan weer on the road to Amsterdam. En vanavond gaan we gezellig uit eten bij Ron Gastrobar in Amsterdam. Ik heb dus gisteren een Apple Watch voor hem gekocht. En ik ben de motherfucking stupidest. I don't know. Ik heb gisteren een vet Snapchat gestuurd. Ik in de Apple Store stond met de tekst erbij. Cadeautje kopen. En welke mogel stuurt dat naar Stan? It's me. Ik stuur die fucking Snapchat naar Stan. Soms ben ik er niet bij mijn hoofd. Dan appt hij mij. Saar, waarom stuur je dit naar mij? Volgens mij is het niet de bedoeling. Ik zei, ha, hoe bedoel je? Ik ga hem ontkennen. Zegt hij die Snapchat? Dus ik zeg, oh. Oh nee, maar die is niet voor jou. Dus hij zegt, voor wie dan? Dus ik zeg, die is voor Nina. Ik roep hem met alle meiden voor Nina. Ja, dat geloofde hij niet. Hij zei, oh, oké, hij denkt, ik laat deze chick maar lekker, lekker gaan. Want toch niks aan, heb je toch niks aan. Dus nou, nu weet hij zijn verjaardagscadeau al. Top, tot zover mijn cadeau. Ja, ik ben er bijna thuis en dan ga ik lekker een sportlesje doen. Lekker holy shredden, zin in. Nou guys, ik heb lekker gesport. Het was echt weer een toplesje. Ik heb net even een cadeautje ingepakt van Stan. Nou, het is helemaal cute. Zo lijkt het niet alsof het die Apple Watch is. En we gaan weer verder met verhuizen. Ik heb hier allemaal verhuisdozen. En ik heb hier allemaal spullen. En ik heb gewoon mijn hele leven. Deze kast moet bijvoorbeeld ook helemaal leeg. Die kast moet helemaal leeg. Ja. We gaan hard even aan de slag. Maar ik ga eerst even wat eten, want ik heb echt honger. Oh, en ik had trouwens deze saus gevonden. Zag ik op TikTok bij de Action. 0% vetfree, sugarfree. En een curry ketchup en een chili. Sweet chili. Fucking chill. Nah, meiden. Niet normie. Nou guys, part 1 zit erop. Ik heb hier al dozen staan. Ik heb hier een hele muur aan dozen gebouwd. Deze ladekast is zo goed als leeg. Deze kast is ook zo goed als leeg. Al mijn decoraties zijn weg. Daarboven weg. Dit moet nog gedaan worden. Hier zijn allemaal decoraties weg. Dit is half leeg.
En dan is mijn kamer eigenlijk soort van klaar. Heb ik ook nog de kledingkamer. Ook al een deel in gedaan. En hebben we nog de hele keuken. De hele keuken is dus eigenlijk allemaal van mij. Ja, al het servies, glazen, dit. Dat is eigenlijk allemaal van mij. Dus dat moet ook nog in dozen gedaan worden. En dan heb ik hier nog wat eten liggen. Hier in de kasten liggen natuurlijk nog spullen. Dus er moet nog wel wat gedaan worden. Maar ik heb echt nog fucking lang eigenlijk. Maar ik ben best wel druk verder. Dus ik dacht, ik moet het eigenlijk wel vandaag doen. Want morgen ben ik druk, verder ben ik druk. Zaterdag ben ik druk en zondag ben ik druk. En maandag ga ik dan weer verder inpakken. En dinsdag ga ik verhuizen. Dus goed. Ik heb hier een super cute hoekje gemaakt voor Stan. Met zijn cadeautje. Lijkt het niet meteen alsof hij een Apple Watch krijgt. Fuck my life. En ik heb even een lekker ijskoffietje gemaakt. Want daar had ik helemaal zin in. Nou guys, ik heb hem even klaargemaakt voor date night. We gaan dus naar Ron Gasterbar. Oriental Downtown. Dus een soort Asian fusion. En rood is echt mijn nieuwe kleur. Dit is toch helemaal cute. Ik heb echt heel veel kleding al ingepakt. Dus ik wilde deze top sowieso aan. En dan gewoon een leuk pantalonnetje erbij. Nou, toch top. Wat vind je van je cadeau? Leuk. Waar is die? We hadden hem uit de vlog gezet opeens. Oh, hier. Hij ligt daar. Nou, hij moet nog geïnstalleerd worden. Maar de Apple Watch. Nou, wij gaan nu lekker uit eten. Joejoe. Nou, we zijn lekker uit eten. Yum. Helemaal lekker. Nog meer dimsum. Yum, yum, yum. Dimsum. Yum, yum. Dim, yum, yum, yum. Jongens, ik ga een truffel dimsum proeven. Wat is het? Wat zit erin? Wagyu. Die vind ik het helemaal niet lekker. Er zit Wagyu in. En dan standaard niet van truffel, maar hij gaat wel proberen. Wagyu, truffel, dimsum. Proef die truffel niet. Nee. Niet overheersen. Nee, goed. Proef die truffel echt niet. Super lekker. Ik ben heel benieuwd naar het andere eten ook. Ik krijg nu nog de groente tempura. Saté, mari. Maringa. Maranga, ringa, ringa, ronda. Die enoki rund. Enoki rund. En bami. Ik heb een lekkere chardonnay. Oh. Ja. Nou, we hebben nu onze hoofdgerechten. Een saté. En enoki mushroom in rund. Tempura groente en lekker bami. Nou, yum. Kijk, dames en heren. We zijn uit eten en Sarah zit heten op de telefoon. Ze is zo verslaafd. Beetje vervelend voor mij. Nee. Wat nee? Wel? Jij zit ook goed in. Totaal niet. Goedemorgen allemaal. Het is... Welke dag is het? Donderdag? Donderdag, ja. Ik ga nu lekker naar de Pilates. En ja, daarna... Niet echt heel erg een plan, maar vanmiddag heb ik een event, maar dat is pas om 4 uur, dus... Ik ben terug van Pilates, daarna heb ik nog even lekker een matchatje gehaald bij Café Basket. Echt super cute en echt hele lekkere matcha. Ik heb net een pakketje binnengekregen van Sol de Janeiro en dit is dus een nieuwe geur en deze is insane. Deze geur is echt fucking insane. Zo lekker. Gewoon niet normaal. I love it. I love Sol de Janeiro. Maar ik ga me even klaarmaken. Ik heb namelijk zo meteen een event. Ik heb echt niks gedaan. Ik heb alleen maar gechilled. En ik heb wel even mijn verhuizing en zo'n beetje dingen geregeld. Ik heb een parkeerplek geregeld. Ik heb een parkeer... Heb ik dat gisteren verteld? Een parkeerabonnement ga ik nemen bij een parkeergarage. En ik heb dus heel cute van Fashion by CS een pakketje ontvangen. En dat is een meisje die altijd mijn video's kijkt. En ze heeft dus haar eigen small business gestart. En ze wilde heel graag iets opsturen. Dus dat vind ik natuurlijk echt heel erg cute. Dus ik ga jullie even laten zien wat het natuurlijk is. Wil je haar ook supporten, dan kan je dat doen. Ik zweer, hoe cute is al deze packaging. Echt cute. Ze had ook deze oorbelletjes erbij gegeven. Maar ik heb dus een trui. Een superleuk trui. Dus ik ga jullie even laten zien. Kijk. Hoe leuk is deze trui?
Deze wil je toch gewoon? Hoe? Fucking cute! Misschien ga ik die zo wel naar het event aandoen. Ik vind het zo cute. En dan is die mouwen. Het staan dus zo hartjes. Nou, ik vind het zo cute. Ik vind dit echt heel leuk. Het was er ook echt snel. Volgens mij letterlijk binnen een dag. Even kijken waar ik dit leuk mee kan stylen. Ik heb namelijk al mijn kleding al ingepakt. Misschien, ja. Fuck. Ik wil nu eigenlijk mijn witte pantalon aan. En die heb ik niet meer. Nou, misschien gewoon zwart dan. Maar een beetje saaiig. Oh my god. Jee, jee, jee. Er is een nieuw pakketje binnen van Look Fantastic. Zoals jullie weten ben ik echt de grootste fan van Look Fantastic. Al 2 jaar lang. Look Fantastic is een beauty website platform dat alle soorten beautymerken heeft. Alle soorten parfums, alle soorten haircare, skincare, make-up. En ze hebben gewoon de beste prijzen. En met mijn kortingscode SarahVLF kan je dus altijd met korting shoppen. En pas de toegepaste korting automatisch toe. Dus schrijf hem op, deel hem, zet hem in je agenda. Je kan hem altijd gebruiken doorlopende kortingcode. Super chill. Dus ik laat weer even dingetjes zien wat ik heb besteld. Als eerst even de Olaplex. Ja, mijn shampoo was op. Dus ik wil de Olaplex weer een tijdje proberen. Ik had heel lang die van Wee. De Owee. Wee. Maar ik wil nu weer even een keertje Olaplex proberen. Volgens mij is mijn haar wel echt ziek verbeterd sinds bijvoorbeeld 1 jaar geleden. Het is gewoon veel voller en dikker en minder dood. Dan zijn dit testertjes van La Roche-Posay. Oh ja, oh mijn god. Ik heb de Viral La Roche-Posay Foundation besteld. Can you see? Met een bijpassende brush. Die gaan wij proberen. Dan Laneige Sleeping Mask. En ik heb er 2, want ik ga binnenkort weer een hele grote giveaway houden dat ik jarig ben. Dus daar ben ik al wat leuke dingetjes voor aan het verzamelen. En dit is de Laneige Sleeping Mask The Berry. Die heb ik nog niet. Ik heb alleen de vanille. Superleuk. Dan heb ik een NARS blush. Een liquid blush. Oh my god. Wat fancy. Oh my. Dit is echt een hele cute peachy kleur een beetje. Maar super mooi. Wow. Nice. Die dus. Dan van de Ordinary Hyaluronic Acid. Ja, dit is gewoon altijd top. Die is op en I love the Ordinary and I love Hyaluronic Acid. Dan een lekker maskertje. Niacinamide. Oh, ja, dus een lekker facial sheet mask. Kan er niet genoeg van hebben. Dan de Oat Cleansing Balm voor in de douche. Echt love it. Love the inky. Deze is heel goed. En als laatst de Caudalie spray. Deze zie ik echt overal voorbij komen. En deze schijnt heel chill te zijn. Dus hij ruikt een beetje naar fris. Maar je schijnt er ziek van te gaan glowen. Dus ik ben daar. Nou, vergeet dus niet mijn kortingscode SarahVLF te gebruiken. En ja, veel shopplezier. Nou, mijn leven werkte echt even niet mee vandaag. Ik heb gewoon 2 keer opnieuw mijn make-up gedaan. Ik had er gewoon helemaal afgehaald en opnieuw gedaan omdat het gewoon echt niet zat. Ik weet echt niet wat het is, maar goed. Ik heb weer mijn outfitje aan. Ja, sorry, ik draag deze jas gewoon alleen maar, want ik heb gewoon geen andere leuke jassen. En ik ga nu gezellig naar een benefit event met Zoe. Gezellig. We gaan even een shotje tequila doen. Waarom niet, hè? Het is 5 uur. Toch zo? Het is tijd voor een shotje! Oh, dit kan niet goed gaan. Dit is een mooie avond, Zoe. Ik voel het al. Oeh, do what you gotta do. Oké. Doen we dit ook? Het is donderdag. Woensdag? Woensdag. Oh, het is donderdag. Het is woensdag. Welke keer denk je dat het woensdag is? Arriba. Despacito. Oh, best lekker. Ik zag laatst op TikTok van dat iemand zei, als jij een tequila shot kan doen zonder gezicht te trekken, dan ben je echt bot. Niemand kan dat en ik echt van. Oh, maar ik voel hem echt lekker. Dit is echt een goeie. Komt er nog verder zijn mannen. Ik wil wel mijn schoen dan wegbranden. Oh, de meiden hebben zich ready weten te maken. We hebben een leuk mukbangetje gefilmd. Check. De Kijk, het kanaal van Sarah Verwoerdels, als je hier toch al bent. Sarah Verwoerdels. Raza. Ben je dan online? Ja, maandag. Ga je wekker zetten? Maandag,
15 uur. Subscribe of 16. Subscribe and ring the bell. You know the drill. Nou, wij gaan nu naar Super Intimate. En daarna gaan we naar Mira. En daarna gaan we naar Freaking. Ja. No spawn. No spawn. Sponsor me. Nou, we zijn er weer. Shot 2 van de dag. Ik doe het alsof ik hem niet zelf heb besteld. Nee. Kan ik wat houden? Ja, doe je helemaal niet. Ah, wil je interceptje? Wij hebben vanmiddag om 5 uur ook al een shot op je gedaan, hè? Dat was heel lekker. Bij een event. Kom maar, wacht. Kijk. Oh, oh. Zo, glas van de kap. Nou, oké. Meneer, ja, ik heb een pukkel op mijn voorhoofd, die is zo groot, ja? Dat hij gewoon een verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Heb je gedaan? Ja. Goed gedaan. Hij gaat morgen solliciteren. Oeh. Ja. Heb je al geproefd met je of niet? Ja, ja, nou ja, hij heet dus Mr. Big Head. Big Head, ja. Of Big Haar? Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Gisteren uitgaan was echt super gezellig. Maar ik heb hem nu alweer klaargemaakt. Want ik ga filmen met Luna, super leuk. En gaan we een mukbang filmen. Lekker sushi mukbang, helemaal zin in. Kijk, we hebben echt fucking veel sushi. Dus ik ga het even goed neerzetten. En dan komt ze er zo aan, denk ik. Nou, ik had net een video gefilmd met Luna. Was echt super gezellig. Hele leuke video geworden ook. Die komt voor jullie maandag online. Ik ga nu lekker cryotherapie doen met Stan en Coco. Helemaal random, maar wel helemaal leuk. En ja, ik moet er nu vandoor. Goedemorgen allemaal. Middag. Het is zaterdag. Ik ben met Stan. En mijn scooter is kapot. Of in ieder geval de accu is kapot. Dus die is nu bij de garage. Die wordt hopelijk gemaakt. We gaan nu naar Stan, want we gaan zijn verjaardag vieren voor zijn fam. En vanavond gaan we gezellig uit eten hier met Maggie en Thomas. Nou, super leuk. Nou, het is inmiddels avond. Wij gaan nu uit eten. Lekker bij Linguini pastaatje. Ja, mijn haar had ik even gekrold vanmiddag, maar zit eigenlijk nu gewoon perfect. Ja, ik ben met Maggie. Oh my god. We zijn lekker bij Linguini. Oh, zo lekker allemaal. We hebben lekker meatballs. Burrata, stracciatella. Nou, helemaal yum. Oh my god. Yummy. Lekker pasta. Is this recording? Nou, jongens. Die eten was echt niet normaal. Echt aanraden dat je dit voor Italiaanse. We hebben cacio e pepe. Als je ergens lekker pasta wil eten. Ja. Nou, cacio e pepe gegeten. Carbonara gegeten. Wat was de ene van jou? Stracciatella. Pistache, pesto en dan San heeft gnocchi. Nee, gnocchi. Gnocchi. Is gnocchi. Thank en nu lekker tiramisu. Als je honger hebt, je gooien of. Chop, 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 chop. Lekker praten, ja. Boys. Ja. Boys will be boys. So out of focus. Ja. Goedemorgen, man. Het is. Zondagmorgen, gisteravond echt super gezellig. Vandaag is een hele leuke, spannende dag. Want ik ga naar het huis. Ik ga dinsdag verhuizen, dus over 2 dagen. En vandaag ga ik naar het huis. Om te kijken wat ik wel allemaal niet wil houden. En ja, gewoon super leuk, spannend. Maar ik ga eerst even wakker worden. Oké, ik heb me even een beetje klaargemaakt. Wat is het lichtblauw? Heel raar. Maar goed. En mijn moeder komt er zo meteen aan. En dan gaan we naar het appartement. Nou, ik ben gezellig met mijn moedertje. We waren net dus bij het appartement. En nu zijn we lekker lunchen. Lekker. Heerlijk. We zijn het aan het delen. We hebben een omelet met spinazie en brie. En een chicken sandwich. En we zijn dus bij Celia. Het is een hotel echt bij de, ja, bij Centraal. Dichtbij. En dan gaan we bijna verhuizen, mam. Vind je ervan? Leuk? Ja. Heel leuk. Leuke plek. Ja. Nou, zo, heel erg. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Ja, het was vandaag echt een super leuke dag van mijn moeder. Ik ben hier weer met Stan.
Zo, gaat niet. Zo, je lijkt echt ziek. Opgeblazen. We gaan lekker nachos schotel eten vanavond. Dat heb ik echt lang niet op. We zitten echt al 10 minuten in deze auto omdat het zo hard regent en we er gewoon niet uit willen. Hoe gaan we? We gaan naar de appie en rennen. Gavie. Nou guys, het is zondagavond. Heel lekker nachos gegeten. Dat is lekker, hè? Heerlijk. En we hebben nog best wel veel ingepakt nog. Best veel van de keuken en de badkamer. Dus er zijn nog meer dozen bijgekomen. Het is echt steeds leger allemaal. Dit is eigenlijk leeg. Dit is nu helemaal leeg. Dus ja, alleen nog een beetje dingen uit de kledingkast. En ik had het er net over. Ik vind verhuizen gewoon zo een kut concept. Ik ga alles inpakken om vervolgens alles weer uit te pakken. Ik haat het. Ik haat het. Over 2 dagen kan ik alles weer gaan uitpakken. Guys, ik ga hierbij natuurlijk ook de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vergeet ik niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vanaf volgende week ben ik gewoon verhuisd. Echt bizar. Echt fucking bizar. Ja, het staat allemaal klaar. Dus ik heb het weten. Nou ja, vergeet ik wel natuurlijk niet te sporten. Blauw duimpje omhoog. Abonneren. En volg me op TikTok en YouTube. Allebei, of Instagram. Allebei zijn gehoord. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!